het moment dat ik op het podium sta, vind ik altijd het meest rustige moment van mijn hele werk. Kijk, al die voorbereidingen en vergaderingen en dit en dingen maken, allemaal gedoe. En iedereen bemoeit zich ermee. En dan moet je met iedereen overweg kunnen omdat je samen een product moet maken. En op het moment dat ik op het podium sta, ben ik alleen. En dat vind ik heel fijn. Mm. En dan doe ik precies wat ik wil. Ik ga staan waar ik wil staan. Ik zeg wat ik wil zeggen. En de afloop doen de mensen nog... Ja, ook dat nog. Ook dat nog. Denk ik, kan ik nog gelukkiger worden? Nee, toch? Ik bedoel, dat zijn hele fijne momenten. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast of Hoop. Vandaag hebben we in de studio Hans Cézan. Hij vertelt onder andere dat je moet waarderen wat er is en dat je moet accepteren wat er is geweest. Podcast of Hope, moving towards happiness. Nou, leuk dat u er bent. Ja, we gaan in gesprek over geluk. Is dat een onderwerp wat u veel bezighoudt in het dagelijks leven? Ja, in zekere zin wel, want geluk is natuurlijk waar het allemaal om draait in het leven. Hoe kun je gelukkig zijn? Iedereen wil gelukkig zijn. Ja. En iedereen beseft ook dat het heel moeilijk is om gelukkig te zijn, of althans om heel veel en heel vaak gelukkig te zijn. Wat ik al eerder gezegd heb. Je kan natuurlijk niet de hele dag maar rondlopen. Oh, ik ben gelukkig. Wat ben ik gelukkig? Oh, oh. Ja. Nee, gelukkig. Af en toe ben je gelukkig. En als dat maar vaak genoeg is, dan ben je een blij mens. Ja. Is dat ook het doel van het leven meteen? Om gelukkig te zijn? Ja. Ik denk het eigenlijk wel. Want gelukkig zijn. Wat is geluk? Wat is de definitie van geluk? Nou, geluk is waarderen wat je hebt. En als je dus kunt waarderen wat je hebt, dan ben je een blij mens. Als jij gelukkig kunt zijn met hetgeen jij om je heen hebt, om het maar zo te zeggen, ja, dan ben je toch een heel gelukkig mens, lijkt mij. Ja, dus als je, dus andersom, als je de hele tijd gaat inzetten van, oh, ik heb dit niet, ik wil dit, ik wil misschien, daar word je heel ongelukkig van. Daar word je dus ongelukkig van. Daar word je heel ongelukkig van. En dat is precies wat tegenwoordig gebeurt. Door het internet vooral en dat soort zaken. Je merkt het, je weet ook wel, de cijfers van jonge mensen die uit het leven willen stappen, die stijgen schrikbarend. En iedereen vraagt zich natuurlijk af, ja, waar komt dat door? Nou, er zullen heel veel redenen zijn die ik niet weet. Maar eentje die ik wel degelijk herken, is dat jonge mensen zich heel erg gaan spiegelen aan al die mensen die ze zien op internet, op Facebook, op nou, hoe het ook allemaal heet. En dat is nooit goed. Je moet jezelf nooit gaan te veel vergelijken met anderen. Want dan heb je hele grote kans dat dat negatief uitvalt. En dan word je weer ongelukkig van. En daarom zeg ik ook altijd van, nou ja, geluk is waarderen wat je hebt. En je moet kijken naar wat je hebt. En niet te veel kijken naar wat je niet hebt. Want als je te veel kijkt naar wat je mist, ja, jemig, we missen allemaal van alles. En we kunnen 100.000 dingen bedenken. Oh, dit zou ik willen. Oh, dat wil ik. Oh, zus wil ik. Ja, dat kan wel zijn. Maar als je je daar de hele dag mee bezighoudt, word je absoluut ongelukkig. Mm-hmm. En als je een beetje kunt waarderen wat er dicht om je heen is, hè, de kleine lichtpuntjes, zoals ik dat altijd noem, waar je blij van kunt worden, nou, dan kun je een heel gelukkig mens zijn. Ja, is dat moeilijk om te waarderen wat je hebt? Is dat iets van, oh, nu waardeer ik wat ik heb? Of is dat eigenlijk iets wat je moet leren? Misschien? Nee, het is een houding. En heel af en toe moet je het bewust doen. Want iedereen heeft in zijn leven wel ongelukkige momenten. Momenten dat je echt heel naar voelt, echt vreselijk. Dat je denkt, alle mensen, wat is het één grote treurnis hier op deze aardkloot. Het kan een grote treurnis zijn in je eigen leven. Want er kunnen allemaal nare dingen gebeuren. Ik bedoel, ja, die komen spontaan op je af, zeg ik altijd maar, alle narigheid. En dan moet je even tot jezelf kunnen komen en denken, ja, dat is allemaal wel zo. Maar, en dan kijk je weer naar de positieve dingen die dichtbij zijn. Ja. Maar ik heb wel dit en ik heb wel dat. En kijk eens hoe mooi dit is en kijk eens hoe mooi die plant het doet. En daar kleine dingetjes. Ach, lekker een kopje koffie in de zon. Nou, heerlijk. Ja, daar kan ik heel blij van worden. Ja. En eigenlijk denk ik dat iedereen dat zou moeten kunnen. Maar ik zeg niet dat het makkelijk is. En ik zeg er ook bij dat ik denk dat sommige mensen makkelijker gelukkig zijn dan anderen. Dat weet ik wel zeker. Ja, gewoon genetisch of zo. Ja, maar hun karakter ook. Hm. Ja, precies. Daar kun je niets doen. Sommige mensen zijn echt geboren met een negativiteit in zich, waar ze eigenlijk niks aan kunnen doen. Ze willen wel, maar ze kunnen niet. Hmm.
En ja, daar hebben ze tot op heden nog weinig op uitgevonden. Ja, een pilletje. Maar ja, dat helpt niet natuurlijk. Ja. Weet helpt je? Een paar uurtjes. Dat is geen, daar word je niet gelukkig van. Nee. Dat kan even wat verdoven, dat kan even wat weghalen, dat kan even wat nare gedachten opzij schuiven. Maar daar word je natuurlijk niet gelukkig van. Nee, het is niet geluk, blijvend. Geluk moet in jezelf zitten. Ja. Heel simpel, dat moet je in jezelf zitten. En als dan eerst moet je proberen een beetje in jezelf te stoppen door nogmaals van die kleine dingen te genieten. Ja, sorry. Met die logica dat je tevreden moet zijn met wat je hebt, kan je dan ook gelukkig zijn met heel weinig? Je bedoelt met heel weinig wat? Met heel weinig bezit bedoel je bijvoorbeeld? Ja, bezit. Dat is wat je zegt eigenlijk, hè? Ja, nee, dat maakt dus geen bal uit. Je wordt, kijk, als je veel hebt, natuurlijk, ik denk ook wel eens, roep ik vaak tegen Wendy van, jongen, had ik nou maar hier die kinderen, we hebben zo'n kist. En dat lijkt een beetje op een zeeroverskist. En dan zeg ik altijd, ach, wat zou toch heerlijk zijn als die vol zat met geld. En dat we daar nooit over hoefden na te denken. En dat je af en toe, dat je denkt, nou, ga boodschappen doen, ga je iets leuks kopen. Ach, ik neem een stapeltje, hoeveel? Maakt geen bal uit. Ik neem gewoon een stapeltje, want het zit toch altijd vol. Ja. Dat lijkt me heel fijn. Maar of je er gelukkig van wordt, ja. Het is een ingrediënt. En heel veel mensen die dit horen, zullen denken, oh, nou, ik zou er heel blij van worden. Ja, natuurlijk word je er blij van. Maar er blij van worden en gelukkig zijn is toch nog, denk ik, iets anders. Ja. Dat weten jullie beter, want dit is jullie specialiteit. Ja, nou ja, we hebben wel ook gasten die zeggen dat autonomie voor hen bijvoorbeeld heel belangrijk is om gelukkig te worden. En ik kan me voorstellen, mensen zeggen wel geld maakt niet gelukkig, maar misschien dat geld wel een zekere mate aan autonomie met zich meebrengt. Dat je nooit zorgen hoeft te maken over dingen. Het scheelt een heel stuk. Ik bedoel, heel veel mensen zouden ontzettend veel blijer kunnen zijn als ze genoeg geld hadden om hun boodschappen te doen. En om het huis te verwarmen. En om, weet ik veel, op vakantie te gaan. Maakt niet uit wat je koopt. Natuurlijk helpt het. Maar het is niet zo. Dat weten we allemaal best wel. Hoeveel geld je ook hebt. Er zijn genoeg mensen met bergen met geld. Waar het gewoon niet op kan. En die toch doodongelukkig zijn. En uiteindelijk vind je zo iemand doorgesnoven met een kogel in zijn kop ergens in een hotelkamer. En denk je, nou, waarom nou die? Ja. Jongens. Die had zoveel geld. Die had alles. Ja, ja. Maar dat betekent nog niet dat je daar gelukkig van wordt. Nee. Maar terug naar u, want u zegt dus blij zijn met de dingen die je hebt. Lukt het u altijd om blij te zijn met de dingen die u heeft? Of moet u zelf soms er weer aan herinneren? Nee, nee. Dat zeg ik. Geluk is geen doorlopend proces. Je bent niet steeds maar gelukkig. Af en toe ben je ook ongelukkig. Ja, natuurlijk ben je af en toe ongelukkig of voel je je naar. Of zie je ergens tegenop, of voel je gewoon niet fijn. Ja. En dan moet je weer eventjes iets doen om jezelf op te peppen. En als je het niet zelf kan, dan heb ik het geluk dat ik nog een vrouw heb die roept van, hey, zullen we eens gezellig dit of dat gaan doen? En dan denk ik, ach, tuurlijk, kom op. En dan gaan we weer. Zijn relaties met andere mensen belangrijk voor geluk, of hoeft dat ook niet per se? Ja, dat is maar hoe je het bedoelt, hoe je het zegt. Ik ben blij dat ik een relatie heb met Wendy, met mijn vrouw dus. Ik ben blij dat ik een relatie heb met mijn kinderen. Maar ben jij een man die heel veel relaties heeft, dus kennissen? Ik ga eigenlijk nooit uit. Ik ga nergens naartoe. Ik ben geen lid van een club. Eigenlijk vind ik het vreselijk. Ik ben een heel erg op mijn eentje, maar samen met mijn gezin. Dat vind ik leuk, maar daarnaast hoeft het voor mij niet zo. Nee. Ik heb genoeg aandacht, zeg ik altijd. En dat is ook zo. Misschien is het een beetje kwaliteit boven kwantiteit. Ja. Misschien minder goede relaties in plaats van heel veel. Nou, ik ben niet zo'n type van veel vrienden of zo. Dat heb ik ook nooit gehad. Het zit er bij mij niet in. Ik weet het niet. Ik heb er helemaal geen. Je hoort vaak, nou, ik ga met een stelletje vrienden, gaan we eerst biljarten en dan gaan we nog gezellig in de kroeg een pilsje halen, et cetera. Ja, ik zeg nou, veel plezier, maar ik geef daar niet om. Ik geef het niet om, want ik ben dan liever thuis. Of ik ga met Wendy iets doen, dat vind ik leuk. En dan kan ik ook echt, want dan ben ik helemaal ontspannen. En dan is het leven helemaal eigenlijk zoals ik het graag zie. Daar word ik dus blij van. Nog sterker, daar word ik gelukkig van. Maar als ik zeg ook, ik vind het heel leuk als ik met Wendy samen ergens een pizza ga eten en we drinken een glaasje wijn en we kletsen over niks. Dat vind ik leuk.
Maar zodra ik met andere mensen moet, en er zijn er vier, is het nog net te doen. Want dan kan ik nog normaal praten. Oh ja. Maar als het er 6 of 8 zijn, ja, dan heb ik altijd het gevoel dat ik moet optreden. Dat ik, ja, ik voel me niet vrij dan. Dat, want eigenlijk ben ik, dat klinkt natuurlijk tegenstrijdig, maar met mijn vak, eigenlijk ben ik heel verlegen. En eigenlijk weet ik in gezelschap helemaal niet zo goed. En wat ik allemaal zeggen moet en zo. Ik ben denk ik niet zo sociaal of zo. Ik weet het niet. Maar dat is gewoon zo. Als je dan... ik wou alleen zeggen... Alleen mensen vinden dat raar, omdat als je op het podium staat... En dan ben je vrolijk Ja, maar dat is mijn werk. Ja. En dat is heel iets anders. En misschien ook een beetje een personage dat je dan speelt. Nou, niet echt. Ik ben het wel. En het is ook zo, ik speel geen toneelstukje als ik op het podium sta. Als mensen aan mij vragen, en vooral jonge mensen vragen dat altijd, en collega goochelaars van, wat is nou belangrijk voor je vak? Dan zeg ik, het allerbelangrijkste is dat je heel dicht bij jezelf blijft. Dat is het allerbelangrijkste. Want dan kan namelijk niemand je nadoen, want elk mens is uniek. Heel simpel. Dus als je jezelf bent, of heel dicht bij jezelf blijft, nou, dan heb je al iets unieks. En wat je dan nog doet, of je dan leuke goocheltrucjes doet, of een liedje zingt, of weet ik veel wat. Oké, dat is dan je kunstje. Maar ja, zo zie ik dat gewoon. Dat vind ik ook wel belangrijk als je dan hoe zeg je dat? Kijk, u bent dus uzelf op het podium, maar mensen vinden het ook leuk hoe u bent. Misschien zijn er ook mensen die zichzelf zijn, maar die eigenlijk dan gaat niemand naar die shows toe, omdat het leuk is hoe ze zijn. Ja, maar dat is het precies eigenlijk. Als je dit werk doet, wat ik doe, dus je staat op een podium ergens kunstjes te doen of je houdt een verhaal of weet ik veel wat. Ja, dan zeg ik altijd, de ene helft van de zaal vind je leuk en de andere helft die denkt, wat een kwal zeg, wat een verkeerde figuur. Ja, nou dat is zo. Maar dat maakt me helemaal niks uit. Nee? Lijkt mij wel, ja dit is natuurlijk voor werk, maar het lijkt mij heel lastig om met die druk te zitten. Van, je moet het wel altijd goed doen. Ik zie het niet als nee. Ik hoef helemaal niks. Ik zeg altijd van het moment dat ik op het podium sta, vind ik altijd het meest rustige moment van mijn hele werk. Kijk, al die voorbereidingen en vergaderingen en dit en dingen maken, allemaal gedoe. En iedereen bemoeit zich ermee. En dan moet je met iedereen overweg kunnen omdat je samen een product moet maken. En op het moment dat ik op het podium sta, ben ik alleen. En dat vind ik heel fijn. Mm. En dan doe ik precies wat ik wil. Ik ga staan waar ik wil staan. Ik zeg wat ik wil zeggen. En de afloop doen de mensen nog... Ja, ook dat nog. Ook dat nog. Denk ik, kan ik nog gelukkiger worden? Nee, toch? Ik bedoel, dat zijn hele fijne momenten. Omdat je... Ja, ik doe het gewoon zoals ik het zelf prettig vind. En zoals ik het zelf leuk vind. Maar het interesseert me niet. Als de helft van de zaal het niet leuk vindt, denk ik, jongens, dan moet je niet naar ons kazan komen. He? En dan, ja, je gaat er niet in een zaal bij mij zitten als je denkt, nee, jongens, gezongen, mooi, eikel zeg. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nou, dus de mensen die in een theater naar je toe komen, zijn sowieso wel mensen die het leuk vinden om jou te zien. He? Wat anders is als je op bedrijfsevenementen optreedt, daar krijgen de mensen jou opgedrongen. Daar zitten ook mensen die denken, oh, daar heb je hem. Alsjeblieft, nee. En andere mensen denken, oh, dat is leuk. En ja, dan moet je wel eens vechten tegen mensen die niet zo meegaan in wat jij doet. Maar of ik dat heel erg vind? Nee, ik stap weer in de auto, ik ga weer naar huis. Kon u daar altijd al mee omgaan? Ja. Ja, heb ik altijd heel goed mee omgaan. Ja, het is niet, heb ik geen moeite voor hoeven doen. Nee. Ik was gewoon zo en ik ben nog steeds zo. Dat ik denk, ja, als je het niet leuk vindt, nou ja, jammer dan. Ja, ik vind ook wel eens dingen niet leuk, ja. Ja. Ik heb vanmiddag ook naar sprekers zitten luisteren op dat congres waar ik was. En dat ik echt dacht, zeg, alsjeblieft, nou, het duurt nou zo lang. Nou, stop maar, weet je wel. Nou geloof ik wel wat je allemaal kunt vertellen. Ja, dat heb ik soms. Maar ja, maakt dat iets uit voor die persoon die daar staat? Nee, die doet zijn verhaal. En de afloop roept de zaal. Ja. Ja, niet alles is voor iedereen natuurlijk. Nee, dus ook, dat kan toch ook niet? Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat in die wereld, ik weet niet of ik... Ja, gewoon in die toneelwereld, dat het wel belangrijk is om zo'n nuchtere houding als u te hebben. Mm. Want ik kan me ook voorstellen dat het misschien anders tegen je geluk ingaat. Als je altijd misschien grotere zalen wil, je wil iedereen blij maken. Ik kan me voorstellen dat mensen daar wel te onder kunnen gaan. Ja, kijk, het hangt van de persoon af, van de mens af.
Er zijn artiesten die moeten per se succes hebben. En als dat niet zo is, dan worden ze heel ongelukkig van. Ja. Dat heb ik niet. Nee. Ja. Ik heb het gewoon niet. Ja, u staat daar omdat u dan passie voor uw vak heeft, ja, in plaats van mensen, ja, blij moeten maken. Dat zeg je heel goed. Ja, dat zeg je heel goed. Ik vind het leuk om dat, ja, te doen. Ik doe het echt met heel veel plezier. En dan vind ik het mooi als die mensen ervan genieten en blij zijn. Ja. Ik vergelijk mijn werk ook altijd heel erg met mensen uit de horeca. Wat is onze taak? Om het andere mensen daar de zin te maken. Hmm. Te zorgen dat ze een fijne tijd hebben. En dan adieu paraplu en tot de volgende keer. Ja. En dat is het. En zwaarder moet je het niet maken. Want dat is nergens voor nodig. Er zijn ook dagen dat het bijvoorbeeld dat u geen zin heeft om te goochelen. En lukt het dan even goed? Nou, soms heb je wel eens geen zin om te gaan. Dan ben ik thuis. Ja. En denk ik, ik heb helemaal geen zin. Ik moet nou helemaal daar naartoe rijden. 3,5 uur. Om dan op een feest ergens weer goochelen. Dan denk ik, eigenlijk zou ik het liefst thuis blijven en een kopje koffie drinken en een boekje lezen. En denk, nou, maar ja, ik weet natuurlijk, ik moet mijn geld verdienen. Ik moet er werken. Nou, dus stap ik in de auto. Dus rij ik 2,5 uur. Dus ga ik op het podium staan. En op het moment dat ik daar dan ben, dan ben ik alweer helemaal in. En dan denk ik, oh wat leuk. Oh, er zijn een heleboel mensen daar. Oh, wat gezellig. En dan gaat het optreden nog goed. En die mensen moeten lachen en zijn blij. En die komen in de afloop naar je toe. Nou, we hebben het zo leuk gehad. Denk ik, wat een mooi beroep heb ik dan. Nou, en dan ga ik weer blij naar huis. Dan kom ik blijer en gelukkiger thuis dan ik weg ben gegaan. Want eerst zag ik er tegenop. En ik heb dat vroeger ook gehad. Ja, als ik te veel praat, moet je het zeggen hoor. Maar Wendy en ik hebben samen, in het begin van ons, toen we net getrouwd waren, dat was natuurlijk heel weinig werk. En deden wij samen programma's voor bejaardencentra. Verzorgings- en bejaardencentra. En daar deden we er wel 3, 4 van in de week. Dat was echt heel. We hadden al kinderen, maar goede oppas, nou, enzovoort. Die programma's begonnen om 7:30, eindigden om 9:30, want dan moeten die mensen vroeg naar bed. Ja. En ik weet dat ik altijd in die auto zat, ik zag er zo tegenop. Want heel veel van die mensen waren al niet goed meer, waren geestelijk niet meer helemaal sterk. En dat is heel zwaar werken. Dus ik zag er als het huis tegenop vaak, dat ik echt, dat kan ik niet meer. Ik word er. En dan kwam ik daar en dan begon het. En dan begonnen we toch dingen los te krijgen uit de mensen. Mm. En mensen waarvan iedereen zei, nee, maar die vrouw, mevrouw, die kan niet van de stoel komen. En die stond wel op en die kwam een liedje zingen. En ja, dat soort dingen maakte hij dan mee. En dan was het om 9:30 afgelopen. En dan kwamen al die mensen en dachten, ach, we hebben het zo leuk gehad. En wat leuk dat u dat met z'n tweeën doet. Nou, bla, bla, bla. En dan ging ik met een blij gevoel weer naar huis. En ja, wat moet ik anders wel zeggen? Dus zo werkt het ongeveer. Ja, ik heb het gevoel dat bij goochelen, dat misschien ook mensen die eerst misschien geen zin in hebben in een goochelvoorstelling, wanneer er eenmaal wordt gegoocheld, dan raken ze verwonden en zeggen, en dat ze dan toch misschien van mening, dat ze toch iets omschakelt. Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ja, je hebt soms ook wel eens, kijk, ik zie ook wel eens, ik hoor wel eens iemand zingen op een feestje. Ja, en soms denk ik, dat is goed zeg. Maar soms denk ik ook, je was te pemig zeg, wat zingt die slecht. En het repertoire zwart staat al helemaal niet aan. Ja, dat kan toch? Ja. Ja, maar dat is met alles zo. Dus of je nou over goochelen hebt, of over zingen, of over wat ook, ja. De een vindt het leuk en de ander vindt het niet leuk. Het is zoals het is. En daar moet je het mee doen, ja. Om met de rijdende rechter te spreken. Zo is mijn uitspraak, hier moet u het mee doen. Ja. Zeg het maar. Oh ja, je bent ook naast goochelaar, ja, ik weet niet of het raar is om te zeggen, maar bekende Nederlander. En weegt dat nog mee met uw geluk? Is dat misschien positief of negatief voor hoe u uw geluk beoordeelt? Kijk even naar Wendy, weet jij het? Nee, dat weet ik niet. Ja, het punt is dat ik eigenlijk al heel lang bekend ben. Dat begon vrij vroeg. Ik was iets van 3 of 24 toen ik bij Marten Broosjes in het programma Renje Rot kwam. Hmm. Ja, ik ben straks op 25 maart word ik 70. Dus ja, dat is echt heel veel jaren. En ik ben altijd gewend dat als ik op straat loop, dat mensen roepen, hey Hansie, hoe gaat het met je? Ja, daar ben ik gewend. En ik heb dat ook altijd als positief gezien. Ik vind het altijd leuk. En dat heb ik niet alleen hier, maar ook als ik ergens ben op deze wereldbol, er zijn altijd Nederlanders. Ja, die zitten overal gewoon. Dus ik dacht, hey, ons kazan. En altijd moet ik wel zeggen, eigenlijk heel positief. Dus ja, misschien draagt dat wel bij. Dat weet ik, onbewust misschien, maar
Ik heb er geen last van. Het enige wanneer je er last van hebt, of last, dat is niet waar, maar wanneer het een beetje ongelukkig is, is ja, als je bijvoorbeeld echt gezellig met z'n tweeën zit te eten en mensen zitten je aan te staren of gaan echt raar doen, dan gaan ze steeds met hun handen bewegen en hun glas zogenaamd onder de tafel laten vallen. Doen mensen dat echt? Ja, dat doen ze, ja. En, ja, en dan denk ik altijd van, ik lach altijd maar vriendelijk, want weet je, ja, kijk, als ik niks doe en ik blijf zo zitten, ja, dan ben ik een zeikert, een zuur azijnpisser. En als ik te veel zit, nou, toppie, hè, leuk, dan roepen ze, nou, zit ook om aandacht verlegen. Dus ja, je doet het nooit goed, dus meestal ga ik met mijn gezicht aan de muur zitten. Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat soms vervelend kan zijn, ja, dat is waar. Maar nogmaals, dat wil ik toch wel met nadruk zeggen, hoor. Is het hartstikke leuk. Je loopt, waar je ook op straat loopt, mensen altijd vrolijk en opgewekt en positief. En ik krijg nooit nare dingen naar mijn hoofd. Zelden althans. Nee. Ja, misschien heeft dat dan ook weer te maken met dat waarderen en dankbaar zijn. Ja. Dat je die instelling daar ook op toepast. Ja, dat weet ik. Ik kan niet in die mensen kijken. Maar wat mij wel verbaasde, ook afgelopen jaar weer, toen ik even een poosje niet zo gezond was. En dat kwam naar buiten, ook nog door een ongelukje. Maar goed, het kwam naar buiten en stond in de krant en weet ik veel. Iedereen begon erover. Maar hoeveel mensen je dan echt gaan schrijven en dingen en met je hart op de riem willen steken. Dat is echt, had ik nooit verwacht. Ja, fijn. Ja, het is ongelooflijk. Ja. Het is echt ongelooflijk dat je echt denkt, huh? Dat, ja. Maar dat is weer positief dus. En heel leuk. Ja, ja, op uw website zegt u dat u vanaf uw 17e... al 50 jaar bezig bent met erkenning zoeken als goochelaar. Is erkenning belangrijk voor u? Nou, ik weet niet wat er staat. Maar ik kan me zo voorstellen, toen ik jong was en ik wilde graag goochelaar worden, ja, dan ga je op zoek naar erkenning. Want ja, je doet goocheltrucjes. Mm-hmm. Ja, maar dat doen 100.000 mensen, doen goocheltrucjes. Maar je wil ermee gaan werken. Ja. Ja, dan moet je jezelf naar buiten brengen en dan zoek je dus erkenning. En in het begin ja, ga je op feestjes optreden, of als de juffrouw op school jarig is, of kinderen uit je klas zijn jarig en die moeder nodigt je uit. Niet omdat je zo gezellig bent op het feestje, maar omdat je leuk de kinderen kan vermaken met je goocheltrucs. Ja, dat is. Ja, dat. En dan zoek je. En dan ga je proberen op een gegeven moment om op televisie te komen. Want je weet heel goed als artiest zijn. Televisie hoort erbij, want als je dat doet, dan krijg je een grotere markt. Zo simpel is het gewoon. Ja. Dus als je dat noemt op zoek naar erkenning, dan zeg ik ja, dat klopt. Maar ik weet niet of dat is wat je bedoelt. Nee, ja, ik was ook benieuwd naar wat u bedoelde, dus dat is dus dit. Ja, precies. Ja, ik wilde gewoon bekend worden, ja. Want ja, ik wilde goochelaar worden. Maar ja, je moet er wel je brood mee verdienen. Ja. En als je je brood wil verdienen, dan zul je iets moeten neerzetten en iets moeten verkopen. Ja. Want je bent een kleine zelfstandige en die moet ervan leven, ja. Maar u was dus 17 toen u geïnteresseerd raakte in goochelen? Nee, ik was al veel jonger. Ik was 9 toen ik geïnteresseerd raakte in goochelen. Oh, okay. Dat was mijn eerste goocheltrucje. Dat is een bekend verhaal, denk ik, maar ik wil best vertellen, toen ging ik met een schoolvriendje, liep ik naar zijn huis, waar een babytje was geboren. En nadat we de baby hadden gezien, kwam de kraamverzorgster, dat had je in die tijd, een kraamverzorgster die aan huis kwam. En die zei, nou kom mee naar de keuken, glaasje ranja, bestond nog in die tijd. En die pa had echt een lucifersdoosje en deze hocus pocus. En dan was denk ik, er waren de lucifers weg en hocus pocus, dan waren ze weer terug. Ja, en dat vond ik zo fascinerend, dat ik elke dag bij die mensen kwam. Uiteindelijk heeft zij mij die truc geleerd. En dat was mijn eerste truc. En vanaf dat moment was ik verkocht en ging ik naar de bibliotheek om goochelboekjes te halen en te lezen. En ja, ging ik langzamerhand steeds meer dingen bedenken en lezen en maken. Dus vanaf mijn 9e ben ik echt wel bezig met dat goochelen. En dat ik dacht van, dit wil ik laten worden. Hoeveel van uw geluk komt eigenlijk voort uit het goochelen? Nou, ik heb heel lang gegoocheld, heel veel jaren gegoocheld en dat goochelen ging heel goed, maar toen was ik niet gelukkig. Hmm. En dan praat ik voornamelijk over mijn jonge jaren. Hè, tot, wanneer leerde ik jou kennen? Ja, toen ik 23 was, dus tot die tijd was ik niet echt een gelukkig mens. Ik voelde me ook echt niet gelukkig. Hmm.
door allerlei omstandigheden, daar ga ik hier dan niet over uitweiden, maar ik was geen gelukkig mens en geen gelukkig jong mens, om het maar zo te zeggen. Tot Wendy in een roeibootje door het slootje aankwam varen. En dat ik dacht, die. En vanaf dat moment is er bij mij een sleutel omgedraaid en voel ik mij heel blij. Dus het heeft niet het geluk, mijn geluk komt niet voort uit goochelen, komt niet voort uit het feit dat ik bekend ben, komt niet uit weet ik veel wat. Mijn geluk komt voort uit haar. Nou, dat is een mooie bron. Ja, dat is het ook. En ja, meer kan ik er niet van zeggen. Dat is, vanaf dat moment voel ik me ook heel anders en, en ben ik heel blij. En ja, heb ik natuurlijk nog maar één angst en dat is dat ze verdwijnt weer. Ja, maar gelukkig is ze nog steeds na al die jaren, maar het is wel zo. Ja. Ja, u bent ook actief als spreker. U komt net terug van ergens spreken, als ik het goed heb. En daar geeft u mensen inzichten over, als ik het goed zeg, over dat ze hernieuwde levenslust kunnen... Hoe ja, zou u dat uitleggen? Goed gelezen, ja. De verhalen die ik vertel zijn eigenlijk verhalen veelal voor bedrijven en ondernemers. Waar gaat het verhaal over? Als ik het heel kort uitdruk, gaat het over wat alle mensen meemaken, zowel zakelijk als privé. Rennen, vallen, weer opstaan en verder gaan. Want dat is waar ongeveer het hele leven om draait. Elke keer val je weer op je stuit. Ja, is er iets fout gegaan. En ja, de vraag is dus, hoe ga je daarmee om? Ja, als dingen in je leven heel erg fout gaan, nogmaals, hoe moet je dan weer verder gaan? Nou, dat is moeilijk en er is natuurlijk niet één antwoord op. Maar ik vertel het aan de hand van dingen die mij overkomen zijn en die best behoorlijk fout zijn gegaan. Ja, en dan vertelt u hoe u dat heeft opgepakt, als het ware. Ja, en ja. Dat geeft hun dan weer... Ja, precies. Ja, dat geeft mensen weer een beetje steun op de eerste plaats om te voelen dat ze niet alleen zijn. Dat iedereen dit soort dingen meemaakt. Wie je ook bent, waar je ook bent. Iedereen heeft nare momenten. En iedereen heeft mooie momenten. Hoop ik althans. Voor de meeste mensen. Ik zeg wel, als je iets naars hebt meegemaakt, dat is heel moeilijk. Hè? Want eerst moet je leren om het te accepteren. Dat is al heel erg moeilijk. Want dat gaat vaak niet vanzelf. Want ja, je bent verdrietig, je voelt je naar, je voelt je ellendig. Maar ja, je moet eerst accepteren dat het gebeurd is. En dat het gebeurd is, betekent dat het al verleden tijd is. En dat verleden kun je nou helemaal niet veranderen. Je kan aan het verleden niks veranderen. Het is gebeurd. Dus je zal moeten accepteren dat het zo is. En de volgende stap is dan die punt daar op de horizon zetten. En denk, oké, nou, we hebben het gehad. Het was heel vervelend, het was heel naar. Het enige wat je nog kan doen is even kijken van, wat heb ik ervan geleerd? Is er nog iets wat ik ervan op kan steken? Wat heb ik fout gedaan? Waar heb ik weer iets stoms gedaan? Weet ik veel. En als je dat nou maar onthoudt, dan neem je dat weer mee naar de toekomst. En dan ga je weer een nieuwe stap zetten en hopelijk weer op een goed pad terechtkomen. Ja, ja, in zekere zin help je dan mensen ook gelukkig te worden, toch? Dat probeer ik, ja. Ja, want dat is wat ik eigenlijk heel graag doe. Ja, ja, ja. Ik vind het heel fijn als ik mensen blij of gelukkig kan maken. Daar komt weer mijn werk. Maar door het werk maak je mensen al blij. Niet gelukkig, maar wel blij. Vaak met die lezingen spreek je mensen. Ook na afloop van elke lezing komt altijd het vragenkwartiertje, noem ik dat maar. En dan roep ik, jongens, je mag me alles vragen. Net als jullie me ook alles mogen vragen. En ik geef overal antwoord op. En soms klets ik uit mijn nek. En soms zeg ik goede dingen. En als het nou maar meer goede dingen zijn dan verkeerde, dan gaan mensen daar iets in herkennen. En komen vaak na afloop en doen, goh, ja, ik heb ook zoiets meegemaakt. En nee, maar ik begrijp wel. En ze worden alleen al blijer door erover te kunnen praten. Ja. Want dat is wat mensen nodig hebben. Vooral als je in de put zit en je voelt je naar, dan wil je er niet over praten, maar het beste is er wel over te praten. Ja. Want dat helpt je, namelijk om weer een beetje lucht te krijgen. Als ik de geluksdefinitie die u in het begin gaf uit kan breiden, is het misschien tevreden zijn met wat er is en accepteren wat is geweest. Ja, dat zeg je heel goed, ja. Ja, 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 inderdaad. Ja. Tevreden zijn met wat er is en niet te veel nadenken over wat je mist. Dat vind ik wel een hele belangrijke zaken, ja. En als je dat een beetje bewust doet,
dan kun je jezelf daar af en toe weer even mee oppeppen als je in een naar moment zit. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja, maar u had het eerder ook, ja, dat was dan voor de podcast, over die harmonie. Is dat wat u bedoelde? Die soort van die dalen en die bergen, die dalen? Ja, nou, kijk, harmonie is leven in harmonie. Dat is een mooie titel voor een boek. Maar leven in harmonie is heel moeilijk, maar dat maakt het leven wel mooi. Hè? Ja, en wat is harmonie? Het is evenwicht. Hè? Ja, dat is, ja... Ja... Waarom zijn Wendy en ik blij? Zijn we allemaal precies hetzelfde? Willen we... Nee, we hebben ook best tegenstellingen. Natuurlijk heb je dat. Maar we zijn toch blij omdat het altijd... Tenminste, dat gevoel heb ik. Ik weet niet of ik nou of voor haar praat, maar... Wij zijn al... Ja, dat weet ik eigenlijk wel. Ja, we leven best wel in harmonie. In harmonie met elkaar. In harmonie, gelukkig, met de kinderen. En veel verder daarbuiten kan ik niet gaan, omdat ik daar nauwelijks invloed op heb. Hm. Ik probeer het naar buiten toe positief te beïnvloeden door de dingen die ik zeg. En nog belangrijker, door een voorbeeld... Dat is met opvoeding. Wat is opvoeding? Is alleen maar het goede voorbeeld geven. Dat is alles. Kijk, wij leven zo en dan zien je kinderen... Oh, dat is prettig, want ze zijn blij. En dan gaan ze dat imiteren. Maar ja, je ziet heel vaak bij kinderen imitatiegedrag... Hm. En als jouw vader of jouw moeder de hele dag rondloopt te schelden en te schreeuwen op alles en negatief doet, gaat zo'n kind het overnemen. Dat zie ik zo vaak gebeuren. Dat is heel jammer. Want daar word je dus niet blij van. Maar kan iemand daar overheen komen? Misschien als je je er bewust van wordt of zo, dat je dan... Ja, nou, ik... Kun je daar overheen komen? Ja, natuurlijk kun je er overheen komen. Kijk, laat ik het dan voorzichtig zo zeggen. Ik kom ook niet uit een heel harmonieus gezin. Ook mijn ouders zijn uit elkaar gegaan. Ook dat ging echt niet op een leuke manier. En als kind heb ik daar vreselijk... heb ik me er heel naar van gevoeld, laat ik het zo zeggen. Maar ik ben er toch overheen gekomen. Maar alleen, daarom was ik in mijn jonge jaren ook niet echt een gelukkig mens. Ik voelde me helemaal niet fijn, want ja... Er gebeurden andere dingen die ik eigenlijk niet wilde, die ik eigenlijk niet leuk vond, die ik, waar ik niet blij van werd. En dat was het leuke van Wendy, die je naar bootje langs kwam varen. Die maakte mij blij. En tot op de dag van vandaag, en dat is nu al, ik weet niet hoeveel jaar, ik ben heel slecht in jaartallen, maar ongelooflijk veel jaren. Ja. Dus het kan wel? Absoluut. Ja. Ja, absoluut. Ja, nee, maar dat is het. Maar je moet daar wel, ja, natuurlijk kan het. Maar je moet, denk ik, toch wel een beetje geluk hebben. Want, weet je, ze had ook niet kunnen komen. Ja, dat is zo. En dan was ik misschien wel helemaal met een verkeerde gekomen. En nog erger had ik gevonden als zij met een verkeerde terecht was gekomen. dan denk ik, als dat zonde zou dat geweest zijn. Maar gelukkig kwam het allemaal goed. Het was gewoon het lot dit, hè? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Maar tegenwoordig worden lange huwelijken steeds zeldzamer. Ja. Ja, wat is dan jullie truc, om het even zo te zeggen? Er is geen truc. Dat is het gewoon. Er is geen truc. Er is niet een kunstje voor. Als dat zo was, dan zou ik hier... Ik zie hier al die boeken liggen. Zou ik daar boeken over schrijven. Ja. Natuurlijk. En het zou een bestseller zijn als daar de gouden regels in stonden voor het geluk. Maar die gouden regels bestaan niet. Er is maar één gouden regel en dat is dat er geen gouden regel bestaat. Dat is de enige gouden regel. De enige gouden regel voor alles. De gouden regel voor geluk. Ja, dat bestaat niet. Want dat is voor iedereen anders. Dat is zo persoonlijk. Maar als het gaat over echt concreet jullie samen zijn... Want er zijn wel veel mensen... Tegenwoordig gaan heel veel mensen uit elkaar. Ja. Is toch iets wat jullie anders doen dan... Ja, dat zal wel. Maar anders doen, dat weet ik niet. Ik zou het je heel graag uitleggen. Maar ik weet het niet. Het gaat gewoon vanzelf. Ja. Ja, dat je dit zegt vind ik heel belangrijk. Omdat... Ik ken natuurlijk ook heel veel mensen die uit elkaar gaan. Of die in een moeilijke situatie zijn. En dan hoor ik zo iemand zeggen, dan hoor ik zo'n vrouw zeggen van... Ja, maar ik heb gevochten voor mijn huwelijk. En denk ik, gevochten voor mijn huwelijk? Daar kun je niet voor vechten. Het is goed. Of het is fout. Maar vechten, ja, nou, ik heb een tijgerondergoed gekocht. Dan komt het wel goed met die kerel. Dat is echt vechten. Maar waar slaat dit op? Dat vind ik zo... Ja, ik persoonlijk hoor, misschien dat andere mensen het allemaal begrijpen, maar ik begrijp het niet.
Je kan er niet voor vechten. Je voelt dat je bij elkaar hoort, dat je bij elkaar blij bent, dat je, ja, dat je het gewoon fijn hebt samen. En daar, ja, ik zie dat niet als een kunstje. Of ik kan nogmaals, ik kan daar niet de gouden regels voor opschrijven. Ik zou niet mee toe. Het gaat gewoon vanzelf. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, mooi. Ja, dat is absoluut mooi. Ja. Ja. Ja, nou ja, wij willen dat bij HopeXXL dat iedereen aan het eind van de eeuw zijn leven met een 8 kan beoordelen. Ja. We vragen altijd onze gasten van, hey, op welk cijfer zit jij nu al? Dus ja, bij deze. Ik ben heel slecht in cijfers en data en dat soort dingen. Dat vind ik eigenlijk. Ik kan daar geen antwoord. Ja, ik begrijp dat jullie een antwoord willen, maar. Nou, het hoeft niet. We hebben wel vaker geen antwoord krijgen. Nee, maar ik kan daar niet aan een cijfer koppelen. Van, nou, ik ben een 8,5 gelukkig of zo. Of een 9,5 of een 10. Weet ik. Ja, weet je. Gelukkig zijn. Ik hoop dat je zo vaak mogelijk op een dag gelukkig bent. Even voelt dat je blij bent. Even voelt dat je gelukkig bent. Maar ja, soms zijn er ook dagen dat het helemaal niet leuk is. Ja, dat gebeurt ook. Maar ben ik daardoor een ongelukkig mens? Nee. Nee, want dan komt er wel weer iets. En daardoor word ik weer heel blij. En voel ik me weer heel gelukkig. Dus het is een golfbeweging, jongens. Het leven is toch... Het gaat allemaal zo als golven. De golven van het leven. Zo werk ik dat gewoon. Dat is net als de zee. Ja, die is elke dag anders. Ik woon nu vlak bij de zee weer toevallig. En dan in die zee, de ene dag zijn het wilde golven, de andere kant is heel rustig, de andere keer is heel rustig. De andere keer spoelt het helemaal over. Ja, het is altijd anders, de golven van het leven. En zo is het leven precies hetzelfde. En met je geluksgevoel, om in jullie term te komen, is dat ook zo. Het geluk is er niet altijd, maar als er maar genoeg harmonie is en genoeg draagvlak is, dan kun je zoveel mogelijk gelukkige momenten hebben. Nou, en daar streven we naar. Met z'n allen, jullie streven er helemaal naar. Dat iedereen eind van de eeuw nog wel, wat willen jullie, de 8? Of zo? Ja, de 8. De 8. Oké. Okay. En 8 hebben, nou, ik hoop het. Ik zou het geweldig vinden en ik denk dat wat jullie nu doen, namelijk erover praten, dat al heel erg belangrijk is. Want dat is wat heel veel mensen nu dus, in deze tijd van het internet, heel erg missen. Praten met elkaar. Over geluk. Dat wil ik ook nog zeggen. Ik les weer te veel, maar... Nee, interessant. Het verhaal, waarom zijn Manny en ik blij met elkaar? Omdat we altijd praten. Hebben gesproken en tot op de dag van vandaag doen we niks liever dan met z'n tweeën, wat ik al zeg, achter die pizza zitten, een glaasje wijn. En dan lullen we eindeloos door. Niet over belangrijke dingen? Nee. Over de wereldproblemen? Nee. Gewoon over alles. Koetjes en kalfjes. Wat heb je vandaag gedaan? Hoe is het met de kinderen? En dat. En soms ook wel eens een zwaarder onderwerp natuurlijk. Ja. Dus niet de hele dag koetjes en kalfjes te doen. Nee. Maar je moet met elkaar praten. Dat is belangrijk. Maar die mensen die ja, ik kan die zo goed kijken als om me heen. En dan zie ik al die mensen die zitten dan tegenover elkaar. En dan zo. En dan komt er een overluid die zegt, heeft gesmaakt. Ja, weet je, ja, daar moet je niet blij van. Leuke avond, ja. Ja, leuke avond, ja. Maar dus met elkaar blijven praten, zoals jullie doen nu, met heel veel mensen over geluk, dat is een hele goede zaak. En dat zal zeker, hoop ik althans, veel mensen helpen. Ja, wat ik nu ga zeggen is misschien wel een cliché, maar door wat u zegt, internet, social media, lijkt iedereen altijd heel erg verbonden, maar is het dan in echte menselijke relaties helemaal niet? Nee, totaal niet. Nee, ik zie internet niet als... Nee, ik vind het eigenlijk helemaal niet goed. Wat ik al zeg, de mensen ze gaan zo op in dat internet, in dat Facebook. En hoe heet dat weer? Dat boek? Instagram. Nou ja, weet ik wel, die onzin. Ja. En dan gaan ze zo in op alsof het de werkelijkheid is. En dan denk ik, ja, maar dat is toch geen werkelijkheid? Een mooi gemaakt fotootje. Ja, een beetje misschien. Maar nee, daar moet je je niet aan gaan optrekken. En dan moet je niet te veel mee bezig zijn. Dan kun je beter eens een keer gezellig met elkaar gaan praten. En of met elkaar een spelletje doen, of met elkaar een boek lezen, of wat ook. Maakt me niet uit. Of naar een podcast luisteren. Ik ken een hele goede podcast of ook. Ik weet niet of je dat kent. Die dus. En, maar luister daar dan naar. En luister dan wat andere mensen. Je hoeft niet te luisteren naar wat ik zeg, maar naar heel veel verschillende mensen. Dat vind ik ook het mooie wat jullie doen. Heel veel verschillende mensen vragen daarna. En de een zegt iets, en de ander zegt wat. Het hoeft niet allemaal...
de werkelijkheid en het verlossende woord te zijn. Maar er wordt wel over gesproken. En dus er zijn altijd mensen die er iets in herkennen. Ja. En dat is belangrijk, dat je iets herkent. Ja, ja, mooi gezegd. Ja, nou ja, we hebben op een beetje onderzoek gedaan natuurlijk. En uw rolmodel, als ik het goed zeg, is Fred Kaps. Ja, nou laat ik goed zeggen dat role model, dat is ja, zo'n woord van tegenwoordig, maar ik was een grote bewonderaar van Fred Kaps. Okay. Ja. Ja, ik was een grote bewonderaar omdat ik een heel groot vakman vond, technisch gezien. En ik vond dat hij in die tijd het goochelen op een bepaalde manier over het voetlicht bracht, op een manier die mij aansprak. Het was niet zo kermisachtig. De meeste goochelaars waren allemaal parapluutjes en gekleurde doekjes en dingen, weet ik veel. En Fred Kaps bracht het anders. Als ik het nu zie, ik zie nu nog wel eens filmpjes van hem, en ja, dan zie ik wel dat het technisch helemaal onwaarschijnlijk knap is. Maar zijn presentatie is dan alweer heel gedateerd, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. Dat is heel gedateerd. Net als ik over, misschien ben ik nu al wel gedateerd, dat weet ik niet. Maar misschien maar over 20 jaar zeker, laat ik het zo zeggen. Dus ja, dat zijn tijdsbeelden. Fred Kaps is natuurlijk ook alweer heel lang geleden overleden. Maar het was wel mijn grote voorbeeld dat ik dacht, zo wil ik worden. En, en ik heb er iets van meegenomen. Nogmaals, als je naar mensen kijkt of naar mensen luistert en je vindt dat boeiend, dan kun je er altijd iets in vinden dat je denkt, nou, dat vind ik nou mooi. Dat ga ik overnemen. En de rest hoef ik niet meer. Dat. En dat is eigenlijk precies weer wat jullie dus doen. Je praat over geluk. Hmm. Iedereen vertelt iets. En heel af en toe hoor je iets dat je denkt, goh, ja, oké. Okay, nou, kan ik wat mee. Ja. En dat is dan ben je weer een stapje vooruit. Ja. Ja, maar u zegt net hoe mensen misschien over 20 jaar dan naar u terugkijken. Maar hoe zou u willen dat mensen naar u terugkijken? Ze hoeven niet naar me terug te kijken. Echt niet. Oh, helemaal niet? Nee. Nee, echt niet. Vindt u dat niet belangrijk? Dat... Nee. 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 Dus, nee. Oh. Nee. Nee, dat maakt me niks uit. Nee. Nee. Ja, want het ging... Ik wil graag, natuurlijk, ik wil nu graag dat mijn naasten, om het maar zo te zeggen, mij waarderen om zoals ik ben. Dat vind ik leuk. Dat vind ik fijn. Daar word ik ook blij van. Daar ben ik ook gelukkig van. Maar als ik dood ben, ja. Ja, dus meer als persoon Hans Gezanne, niet als goochelaar. Dat moment. Nee, dat heb ik helemaal niet. Nee. Nee, en het is prachtig mooi hoor, dat ik... ze gaan binnenkort een boekje over me schrijven en allemaal dingen doen. Maar ja, als je zegt, vind je dat echt heel belangrijk? Nee. Nee. Ik vind het leuk. Ja. Tuurlijk, op het moment vind ik het leuk. Dan denk ik, oh ja, nou leuk. Maar... voor mij hoeft het niet. Ik hoef geen standbeeld dat 100 jaar na mijn dood nog... Oh, kijk eens, als gezond. Wat mooi, die toverstokken, die hooghoed. Ja, nee, dat geloof ik wel. Nee, daar heb ik niks mee. Nee, want u zei inderdaad dat het om die blije mensen in de zaal gaat. Dus ja. Daarbuiten maakt het niet uit. Dat is het leuke van mijn werk, ja. Vind ik tenminste. Nee, dat is vanmiddag in Kerkrade. En er was een grote zaal, er zaten 1700 mensen. Echt 1700. Nou, Hans, ik moest een heel verhaal doen. Maar ook nog even natuurlijk, als Hans Kazal ergens komt... ja, natuurlijk moet hij een trucje doen. Dus nou, ik doe een trucje. En die mensen lachen en die vinden het leuk. En oh, ja, daar word ik blij van. En het is wel zwaar, want het is heel geconcentreerd werk. Maar ik word er wel blij van. Dat vind ik wel leuk. En dan denk ik, nou, ik heb toch een mooi vak. Ja. Ja, u zit niet zo in over de toekomst, maar het gaat wel echt meer om het moment. Absoluut. Ja, in het moment leven, ja, ja. Is het wel heel erg belangrijk, ja. Vind ik wel. Het gaat altijd om het moment. Ja. Ik bedoel, ja, hoe het over 100 jaar is, zal wel. En het verleden is al gebeurd. Ik bedoel, dat hebben we al gehad. En we hebben een heel mooi verleden. Ik bedoel, er zijn heel veel dingen waar ik met plezier aan terug kan denken. Maar ja, het is ook alweer voorbij, weet je wel. Dus net, we hebben laatst al mijn... Ik had zulke kratten op zolder staan met allemaal krantenknipsels, stories, weekends, privé, weet ik veel. Ja, en op een gegeven moment dacht ik, ja, wat moet ik er allemaal mee? Moet ik dat dan gaan overhevelen naar de kinderen? En als ik dan dood ben, moeten ze erin zitten kijken. Kijk eens, dus papa, ja, die staat in de krant. Ja, daar heb ik niks mee. Dus we hebben ze allemaal in de container gegooid. Ja, nou ja, we zijn aan het einde een beetje van de aflevering gekomen. We vragen altijd onze gast een voorwerp mee te nemen. Maar u had in een mail gezegd, van een voorwerp word ik niet gelukkig. Van Wendy wel, ik neem haar donderdag mee. Ja, nou, voilà. En daar zit ze. Ja, maar zo is het wel.
Ik heb echt over nagedacht, over die vraag. Een voorwerp waarvan ik gelukkig word. Ik zat zo rond te kijken, want ik heb wel een paar dingen die ik mooi vind of leuk vind. Ja. Maar dan denk je, word ik daar gelukkig van? Ja, nee. Ja, het is mooi, maar daar word ik niet gelukkig van. Ja. En van Wendy word ik wel gelukkig, dus ik dacht, nou, die neem ik mee. Ja, nee, ik vind het een heel mooi antwoord. Goed Ja, nou, en als afsluiter vragen we dan aan onze gasten een tip te geven voor iedereen die luistert. Waar ze gelukkig van kunnen worden, inspiratie uit kunnen halen. Ja, nou, dan herhaal ik, het is een herhaling van zetten, maar kijk naar wat je hebt en kijk niet te veel naar wat je mist, want daar word je ongelukkig van. Ja, nou, duidelijk. Ja, nou bedankt dat je langs bent gekomen. Oké. Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de Podcast of Hope. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien wel geïnspireerd door bent geraakt. Iedere zondag om 10:00 komt er een nieuwe aflevering online op YouTube, Spotify en op al je andere favoriete podcast apps. Ook kun je ons vinden op www.podcastofhope.nl. Tot ziens en veel geluk. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter en zijn we op weg naar een utopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving Towards Happiness.